Luisteraars, kijkers, we zijn weer terug met Bloedsport 1 op 1. En ik ga dit keer weer in gesprek met een vechter. En zoals we al eerder elke keer hebben aangegeven, is dit een podcast waar ik in gesprek ga met mensen die betrokken zijn in de combat sports of actief deelnemen. En dit keer met Daniel Wida. Zegt dat goed? Wadi, sorry, man. Het is nog vroeg. En wat ik gisteren al zei, man, Daniel. Lange dag gehad, man. Warme avond ook achter de rug. Daniel Wadi, welkom in de show. Ja, ik zeg het tof, wel, en tof dat je dit wil doen, man. Wat ik eerder al gaf. Ja, man, jij bedankt, zoals ik net al zei. Bedankt. Het is mooi om te zien als mensen je werk herkennen. En dankjewel dat ik iets mag zijn, man. Graag gedaan, man, Daniel Wadi. Hoe oud ben je, Daniel, als ik vragen mag? 18 jaar nog maar, wauw. Ik heb iets oudere jongens gesproken, 1922. Tot nu toe ben jij volgens mij de jongste dan. Ja, klopt. Heel jong zelf, man, 18. Ik ben zelf 36, dus gewoon double digit, zeg maar, als je dat optelt. Dus dat is heel lang geleden. Ja. Maar uit welke regio van Nederland kom je, Daniel? Almere. Oké, ja. Check. Dan ken je Carlos ook, neem ik aan. Ja, Zoa, ja. Ik train met Carlos. Ze trainingspartner van me. Ah, nice. Dus, nice, dus jullie staan samen op de kaart aankomend weekend. Ja, we staan met, voor onze gym staan er 3 man op de kaart. Ik, Carlos Zoa, Faga Mohamed, gaan met z'n drieën eigenlijk onze gym representen. Nice, man. Vorige keer ik en Carlos ook hebben gedaan bij LFL 4, als ik het goed heb. Klopt. Daar was ik zelf ook bij, inderdaad. Toen moest je tegen Dion Persoon, hè? Ja. Gewoon op de season. Klopt, was ik bij, Daniel. Dus je wordt je tweede amateur partij. Weet je wat ik wel zag? Ik heb daar Donovan niet meer over benaderd, zeg maar. Maar we hadden voorheen gewoon een kaart. En dan had je amateurs en dan had je pro's. Maar nu is er ook een aparte talentkaart, lijkt het. Ja. Ben je daarvan op de hoogte? Ja, er is een. Het is eigenlijk staan ze los van elkaar. Ja, klopt. Dus je hebt LFL Nieuw Talent en dan heb je gewoon LFL 5. Klopt. Ik en Fagar gaan bij LFL Nieuw Talent vechten. Klopt. En Carlos vecht volgens mij bij LFL 5. Klopt. Dus ja, ik weet niet precies hoe dat is. Check. Maar het is gewoon een eigenlijke talentenshow, zodat ze eigenlijk meer talenten, denk ik, de kans kunnen geven. Precies. Om eigenlijk te laten zien wat ze kunnen. Precies. Ja, tof, man. Ja, ik zag het inderdaad, want ik was op zoek. Ik denk, hè, ik zag je niet meer staan. En toen zag ik opeens dat ze een aparte kaart hadden. Dan noemen ze dan LFL Nieuw Talent 1. En dat is inderdaad dan voor Levels Fight League 5. Dan ook aankomende zondag 26 juni in Westergasfabriek. Ja. Wordt je tweede partij? 18 jaar? Ben jij ook gelijk begonnen met MMA? Of heb jij de transitie gemaakt vanuit een andere tak van combat sport? Ik ben eigenlijk met vechtsport 1,5 jaar geleden begonnen. Ja. Met vechtsport over het algemeen. Daarvoor heb ik geen andere vechtsport gedaan. Check. Ik heb wel gevoetbald vanaf mijn 8e tot mijn 15e, 16e. Check. Ik ben eigenlijk niet zo lang geleden begonnen. Helder. Dat is op zich niet erg, hè? Je bent nog jong, je bent 18. Je hebt heel lang gevoetbald. Ja. Ergens heb jij de keuze gemaakt, hé, ik voetbal niks meer. Ik ga me volledig focussen op MMA. Ja, klopt. Begin coronaperiode was dat. Toen was echt alles dicht, dus we konden ook niet meer trainen. En ik was op een gegeven moment verveelde ik me zo erg dat ik gewoon met een vriend van me. Hij deed kickbox bij een gym hier dichtbij. En ik ging gewoon op een gegeven moment met hem mee trainen naar buiten. Want ja, hij was de enige die trainde. Dus op een gegeven moment ging ik met hem buiten mee trainen. En ik begon kickbox wel leuker te vinden. En ik keek al een tijdje naar UFC, zeg maar. Dus ik begon het steeds aantrekkelijker te vinden. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik wil het ook doen. En ik keek gewoon eigenlijk naar gekke verhalen, zoals Conor McGregor die ook op zijn 17e begon. Dus ik dacht van, ja, als ik echt blijf doorgaan, kan ik het uiteindelijk wel er wat van maken. Maar dan moet ik ook echt elke dag blijven trainen. Exact. En vanaf toen ben ik eigenlijk niet echt gestopt. Gingen de gyms ook weer een beetje open. Probeerde ik echt mijn draai te vinden bij een kickboxschool hier in de buurt. Uiteindelijk zijn ik en Carlos eigenlijk samen naar de Bataille Gym toegekomen. We trainen nu onder Fidel van Galde. In mijn ogen de beste Nederlandse MMA coach die er is op dit moment. Dit zeg ik eigenlijk omdat, ja kijk,
Hij pakt heel veel jonge talenten eigenlijk, jonge jongens. En maakt ze eigenlijk echt goede MMA-vechters. Als je kijkt in onze gym, zie je eigenlijk alleen maar boys die eigenlijk nog geen naam hebben. Maar ik geloof eigenlijk wel dat als je ze 3, 4 jaartjes geeft, Dat dat ze ze gaan komen. eigenlijk ja, echt ook misschien hier op de podcast verschijnen. En echt ja, mensen gaan verbazen. Ja, en dan zeg je wel iets goed, zeg maar, Daniel. Want het is inderdaad zo heel veel coaches, weet je, als je het even kijkt naar de grotere organisaties. Ja. Het is ook, je kan vechters hebben die al op een bepaald niveau zitten, die dan in de gym komen om zichzelf te verbeteren. Of je kan iemand echt van scratch opbouwen. En dat is natuurlijk veel moeilijker dan je al guys hebt die natuurlijk al op een bepaalde level zitten. Dus je doet een uitspraak. Ik ga je coach zeker in de gaten houden. Ik ben er zondag ook, dus ik ga ook kijken hoe jullie het doen natuurlijk. Ja. Zo, je gaf veel info en je doet het kort 2 jaar geleden begonnen. En maar daar zit ik te denken, hè, Daniel. Wat trok jou zo aan? En ben je eerder in aanraking geweest voor COVID met combat sport of helemaal niet? Nee, helemaal niet zelfs. Ik weet nog, eerste keer, want ik heb een vriend van mij. Ik ken hem echt al sinds mijn jeugd. Hij deed wel kickbox. En op een gegeven moment, Carlos deed ook kickbox hiervoor. En op een gegeven moment begonnen we ook echt, ja, zeg maar hier bij een pleintje gewoon te trainen, want ja, alle gyms waren dicht. En toen joined Carlos ons op een gegeven moment. En zag ik ook, zeg maar, ja, gewoon hoe leuk kickbox eigenlijk kan zijn. Ja. En dat het niet echt een sport is van dat je echt alleen maar wordt geklapt en precies, dat soort dingen. En dat het niet echt zo'n violent sport is zoals de meeste mensen zeggen. Toen op een gegeven moment ging ik me ook verdiepen in MMA. Want ik keek al, zeg maar, ik had al Khabib tegen McGregor gezien. En op een gegeven moment begon ik McGregor steeds meer te volgen. En ik vond het eigenlijk wel, toch wel interessant. Gewoon het hele spelletje van ja. MMA. Ja. En vanaf de ground game, worstelen, ja. Alles gewoon tot staan. En zo ben ik uiteindelijk een beetje erin gerold. Ja, want dat is het ook wat jij zegt, hè. Want je hebt grote ambities. Je benoemde net ook iets goeds, weet je. Als je dat wil bereiken, moet je inderdaad ook elke dag hard trainen, Daniel. En je bent 18, weet je. En je ziet heel veel mensen die op die leeftijd zitten, die beseffen nog niet altijd dat je voor, om dingen te bereiken, moet je gewoon altijd effort inzetten. Dus dat is sowieso een belangrijke. Ja. En wat jij zegt, je hebt het over striking, maar zijn er, weet je, MMA is echt heel divers, man. Je hebt van worstelen tot aan judo, het BJJ-game, het straande, het boxing, kickboxing, alles komt erbij kijken. Ja, hoe ga je daarmee om nu, zo jong nog in je carrière? Heb je daar een bepaalde, eerst leg je bepaalde focus eerst op bepaalde disciplines en breid je dat dan uit? Of ben je nu al heel breed met alle arsenalen bezig, zo gezegd, Daniel? Ik denk dat we het eigenlijk per keer bekijken. Ik denk juist omdat je zoveel traint, heb je ook heel veel variatie. Precies. In onze gym hebben we ook echt, we doen elke dag weer wat anders. Dus we hebben ook echt vaste roosters. Waardoor we eigenlijk aan het einde van de week altijd alles samen kunnen brengen. Net als zeg maar MMA. Ja. Ik denk, kijk nu, mijn eerste liefde was natuurlijk altijd kickboksen. Precies. Omdat ik ook daar echt mee begonnen ben. Precies. En later kwam ook de ground game erbij kijken, worstelen. En ja, des te meer je het eigenlijk gaat doen, des te meer je het ook makkelijker met elkaar gaat variëren. Klopt. En dat is denk ik nu ook bij mij gebeurd. Ik moet eerlijk aangeven, met taekwondo en dat soort dingen hou ik me niet echt super veel bezig. Omdat ik vind dat mijn Muay Thai trappen alles best wel oké is. En ik denk ook, zeg maar, het hangt ook echt af van waar jij je comfortabel bij voelt als vechter. Exact. Dus wat jouw vechtstijl eigenlijk is. Exact. Dus, ja, je zei, je noemde net Khabib. Ja, die gooide ook niet de flashy kicks eruit, weet je. Maar als je een bepaalde discipline hebt waar je zo goed in bent, dan kan je gewoon domineren wat jij aangeeft, weet je. Klopt. 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 18, op welke gewichtklasse zit je nu, Daniel? Ik zit nu op, ja, de New Talent is dus op een, ja, rondloopgewichtsklasse, dus je vecht op je rondloopgewicht. Check, check. Ik moet wel eerlijk aangeven, ik ben een klein beetje afgevallen voor dit gevecht. Helder. Maar ja, ik loop rond 70 kilo. Helder. Maar ik wil eigenlijk op verder weight gaan vechten, dus 65. Check, check. Ja. Dus nu 70. En wat is je lengte? Ik ben 1,72. 1,72, ja. Dus je bent wel een jongen, best wel gespierd, zeg maar, zo gezegd. Denk ik. Ja, met je lengte, ja, ja, ja. Ja, Ghanese genen, hè, Daniel? Ja, uiteindelijk ben ik wel in spiermassa een beetje aangekomen. Helder. Dus de tijd, ja, als je begint met trainen, zeg maar, ja,
komt het, denk ik, volgens mij bouwt je spiermassa vanzelf op. Klopt. Bij mij is dat in ieder geval gebeurd. Dus ik moet wel zeggen, ik ben de laatste tijd wel iets meer zwaarder geworden, omdat ik ook, zeg maar, wel krachtroutines heb en zo. Check. Dus check. 65 haal ik wel makkelijk. Ja, dat moet je inderdaad halen, vooral als je 1,72 bent. Hou je van eten? Ja, jawel. Ja. Ja, ja. Dus dan moet je wel, helder man, helder. Goed dat ze dat doen trouwens, dat ze jullie nog niet echt laten katten. Want ik begreep ook dat het partijen zijn van 2 keer 3 minuten, hè? Ja. 2 keer 3 minuten. 2 keer 3 minuten. Was dat je eerste partij trouwens toen je op de normale kaart stond van 11-4? Moest je dan wel gewoon 3 keer 5 minuten? Nee, 3 keer 3. Was het 3 keer 3? Oké, check. Dus Nu is het gewoon iets korter. Helder. Want ik sprak Carlos en Carlos was helemaal verliefd op dat ground game geworden. BJJ, hij gaf eigenlijk aan van ja, sinds hij dat heeft ontdekt, is hij er helemaal fan van. Wat vind jij tot nu toe van dat grondaspect en dat deel van MMA, zeg maar? Het grondaspect, ik moet eerlijk aangeven, ik vind worstelen wel veel meer wat hebben dan BJJ. Helder. Ik vind jiu-jitsu nog wel... Ja, het is een andere wereld. Dat klopt. Maar je moet het ook snappen. Precies. Ik denk dat hij ook jiu-jitsu, zeg maar, meer aanvallend gebruikt dan verdedigend. Check. Ik gebruik mijn jiu-jitsu meer verdedigend. Ja. In dat aspect. Ik denk worstelen is echt... De laatste tijd begin ik ook echt daarmee een beetje mijn draai te vinden. Netjes. Dat zeg je ook weer iets goed, weet je. Of je dat defensief of offensief gebruikt. En wat jij zegt klopt, hè. Want... Je hoeft niet een specialist te worden in BJJ als je in ieder geval jezelf weet te verdedigen en je eigen gameplan op kan dringen, weet je. Dus eens, man, Daniel. Nu, dit wordt je tweede amateur partij. Ja. Ga je gewoon just go with the flow en kijk je gewoon waar het eindigt en is het gewoon just put in hard work? Of heb jij wel bepaalde ambities voor de komende periode? Sowieso zet ik altijd doelen voor mezelf. Ik wil dit jaar sowieso 4-0 eruit gaan. Dan kijk ik ook dit weekend naar. Dit weekend wordt denk ik wel gewoon een statement van mij. Check. Ik denk dat veel mensen ook snel gaan doorhebben waarom ik zo snel vecht. En dat ik niet zomaar een talent ben. Check. Maar dat het ook echt hard werk is. Ik denk dat iedereen weet. Dat voor dit niet dat je niet 1-2 zomaar in de MMA octagon stapt. Precies. En dat ga ik laten zien waarom ik dit doe, waarom ik hiervan hou. En ja, daarna kijken we verder. Gaan we zitten kijken. Ik denk dat ik in LFL inderdaad nog zeker een statement wil maken. Nice. Voor dit jaar wil ik denk ik wel 4-0 nice. Eruit gaan. En dan kijken we volgend jaar wat de ambities zijn. Maar binnen 2 jaar wil ik sowieso aan de top van de Europese MMA in Nederland staan, amateur. Nice. En uiteindelijk kijken of we naar pro gaan met 3-4 jaar. Nice man. Klinkt heel goed man, Daniel. Je hebt hier voor een jonge leeftijd en als je ziet de ambitie en het hard werken, weet je, dan zou je, weet je, dan moet dat goed komen. Wat ik nog wel even wil vragen is, je bent ook 18. En 2 dingen die me opkomen is, zeg maar, hoe balanceer je dit nu, zeg maar, met fulltime trainen? Of doe je er nog iets naast? Ik neem aan dat je nu nog gewoon thuis woont, hè? Ja, je woont gewoon thuis. Dus dat scheelt nog wel qua heel veel, weet je, lasten. Maar heb je nog een plan B? Laat me het zo zeggen. Plan B. In de zin van, zit je nog op school? Doe je nog dingen na, zeg maar? Ja, ik zit wel op school. Ik ga naar technicus engineering, MBO. Check. Doe ik nu. Ik zit nu in mijn laatste jaar. Helder. Maar ja, hoe ik dat combineer is, zeg maar, ik ga gewoon in de ochtend meestal naar school of stage in dit geval. En dan meestal na stage ga ik dan ook gelijk naar trainen. Of ja, als ik eerder klaar ben, dan neem ik nog even thuis, eet ik even wat, ga ik naar trainen. Ja. Daarnaast werk ik ook nog. Dus ik kan het wel combineren. Makkelijk, want ja, uiteindelijk lukt het me ook gewoon om elke dag te trainen. Dus ja, ik stel eigenlijk gewoon MMA als prioriteit. En alles bouw ik daar, zeg maar, omheen. Nice. En ja, uiteindelijk lukt dat wel. Ja, maar dat is ook wat je zegt, Daniel. Het is maar waar je prioriteiten legt, weet je. Want jij zegt, als dat de focus voor je MMA is, dan kan je alles eromheen bouwen. Maar dat is goed om te horen. Een school, dat gaat dit jaar afronden. Ben je nog van plan om volgend jaar verder te gaan? Of ga je dan puur focussen op een baan, op werk en zeg maar op MMA trainingen?
Nee, ik doe mijn opleiding versneld, dus ik ben niet dit jaar klaar, maar vanaf januari, februari ben ik klaar. Volgens, oké, En check. dan, ja, daar heb ik zeg maar een tussentijd tot aan september. En Helder. dan wil ik even kijken of ik verder ga met studeren of inderdaad even gaan kijken waar ik de focus op ga leggen. Check, man. Wat ik toch ook weer wil vragen, weet je. Je laat het allemaal zo makkelijk klinken, weet je. Dat je dit even snel doet in 2 jaar, et cetera. Nu al MMA-partijen. Maar ik ga ervan uit, Daniel, dat je van jezelf ook best wel een zelfverzekerde jongen al was. Want ja, het zijn niet zomaar mensen die zeg maar even trainen. Want ik hoorde ook, ik sprak een jongen die trainde na 3 maanden. En die wou toen al de octagon in gaan. Maar dan denk ik van ja, dat zal je, weet je, 99% van de mensen zal dat niet doen. Dus waar kwam dat vandaan? Denk je daar wel eens over na, zeg maar? Ik weet voor mezelf waar ik toe in staat ben als ik als ik de octagon instap. Ik ben heel veel mensen zeggen dat ik iets te zelfverzekerd ben, Ja. maar ik weet dat ik weet waar ik toe in staat ben en ik weet wat ik kan. Ik weet dat God met me is Ja, en ik weet wat ik allemaal kan. Ik weet mijn skills, wat ik kan precies. Het is gewoon zelfvertrouwen, ik weet denk waar ik, ik wat je sta. gewoon hebt, weet je. En dat kan zich wel eens uiten, dat kan op mensen wel eens overkomen als, weet je, overconfident, zeg maar. Maar ja, daarom vroeg ik het ook, weet je. Want je moet wel uit bepaalde hout gesneden zijn om dit te kunnen doen, zo gezegd, weet je. Dus had je daarvoor ook al, toen je op voetbal zat, wel een aanraking, kwam wel eens een vechtpartij terecht en dat soort dingen? Was je een heet over of was je wel op dat vlak wel een behouden jongen? Ja, in het begin ging het best wel gewoon. Maar uiteindelijk, sowieso, des te ouder je wordt, je teamgenoten ga je ook opstoken. En dan uiteindelijk kom je sowieso in vechtpartijen. Ik Klopt. denk dat iedereen het wel kent. Klopt. Die zaterdagavonden, die een beetje. Ja, waar het uiteindelijk je staat achter. En dan op een gegeven moment raakt iedereen geïrriteerd. En dan, ja. Ja. Maar je was niet zelf een jongen die heel, weet je, agressief was van nature. Nee, ik ben sowieso niet een agressief persoon. Check. En MMA is ook daarnaast niet een sport voor agressieve mensen. Ik denk juist dat als je agressiever ring instapt, dat je de kans dat je wint ook kleiner is. Want je moet juist kunnen zien, je moet kunnen kijken, Klopt. je moet juist rustig kunnen vechten. Klopt, die emotie blokkeert alles, hè, Daniel? Heb je goed punt, Ja, man. klopt. Goed punt, man. We zijn nu op. We doen dit op vrijdag. We hebben nog 2 dagen te gaan. Vrijdag heel vroeg, trouwens. Mogen de mensen ook wel weten, Daniel, dat je dit zo vroeg wil doen. Voor het werk nog, et cetera. Hoe lopen deze dagen nu? Train je nog? Is het nog gewoon lekker toewerken en lekker massages doen en herstellen richting de partij? Hoe zien de laatste twee dagen voor jou eruit, Daniel? Fight week gaat goed. We zijn eigenlijk nu eigenlijk aan het einde van ons kamp gekomen. Grappig is dat ik pas 2, 3 weken geleden wist dat ik zou vechten. Short. Alleen ja, juist omdat we eigenlijk altijd aan het trainen zijn, net als bijvoorbeeld bij mijn vorige gevecht, wist ik het ook 2, 3 weken van tevoren. Voelde eigenlijk zeg maar het trainen voelde al als een fight camp. Omdat we ook echt trainde gewoon, we verwachten ook zeg maar iets rond deze periode. Dus we waren ook hard aan het trainen. Dus ja, ik kan eigenlijk zeggen, Fight Camp zit er eigenlijk al op. Nice. Zijn nu inderdaad gewoon aan het voorbereiden, Nice. alle kleine puntjes op de i zetten Nice. en dan zondag gewoon knallen. Nice, man. En de eerste partij, ik kan me voorstellen, gezonde spanning is er altijd. Is het ook de gezonde spanning die je vooraf had verwacht, of was het toch anders toen je daar stond bij 11-4? Nee, het was wel wat ik verwachtte. Ik wist toen ik ging vechten, ik wist van dit is wat ik wil. Als ik het niet wou, had ik in die 2 jaar mijn tijd ingestopt. En naarmate je door gaat trainen, ik bedoel, je begint een maandje, dan ben je 3 maanden verder, dan opeens ben je 6 maanden verder. En de manier waarop we hebben getraind is volgens mij, voor mij in ieder geval, definieert wat voor vechter ik ben. En ik weet dat we in de periode van corona heel veel hebben getraind. En periode waarin heel veel gyms niet trainden. En heel veel mensen ook niet trainden. Klopt. Want ja, je kon alleen maar buiten trainen en verder niks. Klopt. En als het regent in de winter, dan ga je niet heel veel mensen buiten zien. Klopt. Dus dat heeft mij uiteindelijk gemotiveerd om daar toch te staan. Omdat ja, mijn trainer weet en ik weet hoeveel werk we erin hebben gestopt. Dus dat heeft mij echt heel veel zelfvertrouwen gegeven na mijn gevecht. Sowieso komt er wel spanning bij kijken, maar dat is gewoon gezonde spanning. Exact. Aan het einde van de dag weet ik ook van, hè, ik ben gewoon een vechter. En aan het einde van de dag is het gewoon mijn werk eigenlijk. En als het Nice. niet meer, nog niet mijn werk is, moet het uiteindelijk mijn werk gaan worden. Daar doe ik het voor.
Dus, ja, klinkt mentaal ook al heel volwassen, man, Daniel. Want, netjes, man. Dat klinkt goed. En het publiek, hoe voelt dat? Het lijkt, was wel publiek ook die daar was. Dus ik weet niet of dat... Merk je dat überhaupt? Of ben je echt locked in, zeg maar, op zo gezegd? Nee, ik weet wel. Er was gewoon publiek. En het was in... ik moest tegen Dion. Hij vecht bij Fight Club Amsterdam. Dus het was ook in Amsterdam, dus hij was eigenlijk meer de favorite. Precies. Ook puur omdat niemand mij kende. Dion had volgens mij LFL 2 al gevochten, of LFL 1. En hij was eigenlijk mijn favoriet. Ook meer mensen kwamen voor hem. Ik had een kleine groep die met mij was die dag. Dus ik hoorde ook mensen juichen voor hem. Maar ik wist ook van, ik ben al toch mijn hele oploop naar hier ben ik al underdog geweest. Dus... Het maakte me niet super veel uit, het had juist het beste uit me. Ja, inderdaad, het was een upset, klopt me daar, joh. En hij stond inderdaad al op 11-1, waar hij won van Julian Jonkmans, inderdaad, Dr. Stabitje, ronde 2. Dus dat heb je goed gedaan, man. Heb je goed gedaan. Wat weet je trouwens van je huidige opponent? Doe je sowieso aan gameplanning, of heb je zoiets van, nee, ik ga uit van mijn eigen kracht en ik zie wel wat Gideon hier wat te brengen heeft? Ja, Gideon, ik ken die jongen niet. Ik weet niet wie hij is. Nee. Ik zeg je eerlijk, ik weet niet of je die poster hebt gezien. Er is ook geen foto van hem. Nee, maar dat vond ik... Hij heeft ook helemaal geen Instagram. Klopt, dat vond ik zo apart. En ja, ik weet gewoon dat hij Surinaams is. 0-2 en 20 jaar oud. Check. Maar het feit dat hij 0-2 is, betekent dat er iets sowieso niet goed gaat tijdens gevechten. En ik weet gewoon, ik ken mezelf. En ik weet hoe erg ik verbeterd ben ten opzichte van mijn laatste gevecht. Dus ik ga gewoon voor mijn eigen krachten uit. Check. En ja, we zien het dan wel. Hopelijk verschijnt hij opeens wel. En zien we die jongen wel. Ja, hopelijk is het niet een spook of zo. We gaan het nog zien, man. Ja, ik kijk eruit. Ik ben er zelf ook, Daniel, echt vanaf het begin ook. Weet je, LFL Talent, ik wil echt alles zien. Dus ik ben echt benieuwd naar je partij, weet je. En ik zei van tevoren al, we gaan zeker een follow-up doen. Yeah. Ja, tof dat je dit gedaan hebt, man. Dus wou ik het langzamerhand af gaan ronden. En... ja, ik wou alleen nog aan jou vragen, waar wil je mee afsluiten? Wat kunnen we zondag van jou verwachten, Daniel? Zondag ga jullie een statement zien. Dat is wat ik ga zeggen. Zondag, eerste ronde, hou je ogen open, want het wordt een knokpartij. Nice. En hopelijk komt daar voorbereid, want het wordt vuurwerk. En jullie gaan het beste van me zien. Maar vergis je niet, het is nog niet het beste van me. Ik kom nog met veel meer dingen, dus hou me zeker in de gaten. En ja, hopelijk vermaak ik jullie die dag. Ja, ik ben erbij, Daniel. Ik kijk ernaar uit. Je komt met heel veel zelfvertrouwen, weet je, goed gesprek. Dus ik heb zeker een goed beeld, een beter beeld van je gekregen. Wat ik al zei, pay-per-view, het is te zien op LFL. We zijn natuurlijk ook kaartjes te kopen om dat te bekijken. Westergasfabriek, ik laat je ook jouw social media, laat ik achter ook in de beschrijving als ik hem op YouTube en op Spotify zet. Ik zal die links ook met jou delen. Nogmaals, bedankt Daniel dat je dit wilt doen. En daar ronden we het eigenlijk mee af voor deze aflevering. Dan gaan we naar de volgende. Ja, man. En, bedankt. Ja, jij ook bedankt. Fijn weekend voor nu. Dus blijf nog even hangen trouwens. Want voordat we afsluiten, ik wil jou sowieso nog even spreken. En dan rond ik de show in ieder geval af. Luisteraars, kijkers, dit was Bloedsport 1-op-1.